De luchthaven Rotterdam-Diek Airport vanmorgen vroeg. Zojuist is de ochtendvlucht uit Berlijn geland. Met aan boord bezoekers en inwoners uit Berlijn. Ik was een half uur voor het gebeurde was ik op de kerstmarkt. En toen daarna zijn we een hapje gaan eten. En toen hebben we net ambulances en dingen. En toen was het net gebeurd eigenlijk. Precies op die plek voor de oude kerk daar. Want u woont in Berlijn? Ja, klopt. Was u in de omgeving op dat moment? Nee. Ik was gelukkig thuis. Ja. Ja, we wilden heel graag gaan, omdat we blijven tot januari in Nederland. En we gaan er eigenlijk wel elk jaar naartoe, omdat ze daar heel veel mooie lichten hebben. En gisteren was dus de laatste dag voordat we zouden vertrekken naar Nederland. En we waren nog niet geweest en we wilden zo graag gaan. Maar ik heb een dochtertje van bijna 10 weken en ze lag zo lief te slapen dat we dachten van, blijf gewoon lekker thuis. Dus gelukkig, ben ik blij om. Ik was wel een paar dagen geleden daar op die kerstmarkt geweest. Heel vol, heel druk, heel veel mensen. Gezellige sfeer. Ja, en als je dan zoiets hoort, ja, is ongelooflijk dat mensen zoiets kunnen doen. Dat is onbegrijpelijk. Want nu is het inmiddels wel bekend dat het toch een aanslag is geweest. En ja, je kunt je het helemaal niet voorstellen.